Wat is Marcelo's Wallet? Like? Zo As als ik me kan herinneren, wilde ik altijd een gangster zijn. Yeah, ja, baby! Ja! En gewoon weg. Maar waar? We moeten wat videotapes Yes dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner Review-episode uh, met mij, Orun. En mij, Mirza. En vandaag zijn we hier bij elkaar gekomen. Om de nieuwe editie te spreken van Haunted Mansion, Haunted Mansion 2023, um... scary man, heel uh, erg scary, heel erg scary, heel, <laughs> heel erg haunted allemaal. <laughs> ja, uh, ja, 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 nee, ja, ja, ja. ja, laten we gewoon even kort uh, bespreken waar gaat de film over? Um, deze film die is een soort van reboot, heb ik het idee, uh, van de 2003 versie van 2003, Eddie 2003. Murphy, ja, van Eddie Murphy. En uh, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het is, uh, we zien de hoofdrolspeler Ben die um, ja die valt in, uh, een beetje een negatieve spiraal van zijn leven want zijn uh, vriendin die is overleden ja uh, die had een soort van ghost tour hij was zelf een of andere fysica wat was zij wat ja heel ingewikkeld ja heel ingewikkeld ja, hij probeerde uh, indruk op haar te maken inderdaad, inderdaad met zijn vakgebied um, <laughs> maar hij heeft die ghost tour van haar dan uh, toen nadat ze overleden is heeft hij dat uh, opgepakt uh, dus gaf hij een soort van ghost tours maar geen ghost tours ja dat is zoiets ja, 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 zoiets ja heel, zei heel die, raar. inderdaad. ja omdat hij zelf dan ja. niet in ghost gelooft ja um, ja oh, wordt ja. gespeeld door door, door Lucky Stanfield. ja op een of andere dag uh, klopt er een een of andere pastoor aan o <laughs> Owen Wilson ja. Owen Wilson en die heeft een klusje voor hem uh, want daar is een haunted mansion die, die uh, ja, daar wordt daar spookt het en uh, ja, ja. gaan we verder uh, <laughs> uitleggen ja. hoe het uh, gaat ja het is eigenlijk een uh, de synopsis is eigenlijk uh, een, een kind en een vrouw Mm -hmm. um, of ja, althans, een vrouw met zijn kind. Uh, die hebben recent uh, de vader verloren, uh, de echtgenoten ja. uh, Ze kopen een huis, maar het huis blijkt haunted te zijn. En een groepje amateurs uh, ja. die proberen de geest uit het huis te verdrijven. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, mm, het matige film. Ja. Uh, ja, gewoon de cast die doet het hem eigenlijk. Ja. Maar je zou denken, waarom ga je dan niet weg uit het huis? Maar dat uh, werd ook verteld. O oh, ja, uh, goed dat je dat erbij zeg. Ja, waarom ga je dan niet? Ja, is haunted. Ga, waarom ga je ja. ja, ergens anders wonen? Maar blijkbaar gaan die geesten ook met jou mee. Ja, als je eenmaal een stap zet binnen, dan... Uh... Ja, dan ben je <laughs> ja, ben je <laughs> Dan ben je het haasje. Dan ben je het haasje. Ja. Nee, maar zoals ik zeg, ik denk echt uh, die film... Uh, laten we het maar gewoon gelijk hebben over de film. Mm -hmm. uh, ik denk dat die film uh, heeft gescoord... Um, want het doet het best goed nu al hè, in de box-office, uh, openingsweek, uh, ja, ja. volgens mij openingsdag al 10 miljoen, um, dus best wel goed. Ja. Uh, maar het scoort gewoon echt vanwege gewoon een supersterke cast, en het is ja. een Disney-film, het is een reboot uit 2003 met Eddie Murphy. En uh, in mijn opzicht blijft het daar ook bij, man. Ja, nee, ook uh, grote namen dit keer, vond ik. Uh, ja, want wat? ik heb hier een lijstje ja, Owen Wilson, uh, Danny DeVito, Danny DeVito. ja man, uh, Jared, Leto, Jared uh, Leto, Tiffany Haddish, ja, um, ja Lakeith uh, is misschien niet zo heel erg bekend, maar de mensen die hem kennen weten wel dat hij echt een topacteur is. Mm. Uh, hij speelt ook in Atlanta en dat is hem ook echt het moment geweest waarbij ik zelf dacht van ja, maar dit is echt een uh, goede acteur. Ja. Uh, daar speelt hij ook weer zo'n uh, zo verdwaalde stoner uh, die uh, geen ge fuck geeft om niks. Ja. Uh, maar hij speelt ook in uh, The Harder Day Fall. Of de, de, ja zoiets. The Harder De Fall. The Harder Day Fall. Uh, is een Netflix uh, film. Okay. Uh, nee, het is volgens mij geen Netflix original. Durf ik zo even niet te zeggen. Ik ben het vergeten. Dat maakt niet uit. Um, maar in ieder geval. Um... Ja, de Even kijken. Nee, ik ga toch even kijken. Is het een ja? Netflix? Het is een Netflix original. Ja, ja okay. ja, 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 ja Maar ook in uh, uh, maar, Ju maar, Judas en de Black Messiah is ja, een goede film. Ja, ja. Maar, maar deze film is ook een soort van, of ja, de eerste film is gebaseerd op een soort van attractie? Of is die attractie later gekomen? Ik denk dat de film is gebaseerd uh, op een attractie. Ja? Ik denk gewoon een spookhuis. Ja. Um, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet, hè. Want wanneer is die, die, die dingen... Want die huis die is er, hè. Dat weet ik wel. Ja, die is in die Disney Park, zeg maar. Disneyland. Land, oh, het um. in Disneyland. Um, ja, opent uh, 1969. Ja, precies. Dus de 2003-versie is ook gebaseerd op het huis. Ja. Uh, dan, nu is daar een reboot gemaakt van de 2003-versie. Ja. Um, de film zelf. De film zelf. Uh, zoals ik zeg, ik vond hem matig. Ja. Uh, ik, vond, ik vond het echt moeilijk er doorheen komen, man. Ja. Het was echt goed. heel moeilijk om er doorheen te komen. Um, um. Het was ook niet echt uh, een filmfilm. -film. Ik had... Ja, het eindresultaat verwacht je ook, weet mm -hmm. je wel. Um, de gebeurtenissen um, waren, ja, matig. Ja. Um, yes. De special effects, de virtual effects, en noem het maar op, dat was wel gewoon goed. Supergoed. Zo, ja. Zo, zo, ja. zo goed dat ik soms ook twijfelde van hoe de fuck hebben ze dit gemaakt, dat je door een deur gaat en dan ja, gewoon zo'n hele trappenhuis, uh, en ja. noem het maar op. Ja. En uh, ja, uh, 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 loopt hij door een gang en dat die hele gang flipt in één keer, weet je wel. ondersteboven dus qua special effects is het echt goed. Mm. Maar voor mij doen, uh, blijft het daarbij. Ja. Nee, nee, ik zat mezelf af te vragen, uh, want deze film heeft ook de genre family slash comedy. Fa family beetje, dat kan ik... Daar zat ik een beetje over te twijfelen eigenlijk. Ja, weet ik, je waarom? Ja, ik ook, man. Want... Uh, die, die geesten en zo. Ik, ja. vond die, als, ik vind dat echt te eng voor kinderen. In sommige gevallen had ik Was, ook, ook ja. echt van: is dit wel überhaupt een kinderfilm? Precies. Um, maar ja, gelukkig gaan wij daar niet over. Nee, maar. <laughs> branden we onze vingers er niet aan. Nee, precies. Maar ik kan me wel bedenken: een, bijvoorbeeld een achtjarige. die ja. gewoon houdt van Disney films. Dit is ook een Disneyfilm. Ja. Dat je hier best wel nachtmerries van kan krijgen van die spoken. Ja, in principe. Kijk, ik keek van kind af aan. Ik keek ook al van alles en nog wat. Mm. Maar ik wist altijd goed te onderscheiden wat film is en wat wat. Ja, dat wel. Echt is. Maar, uh, wat ik kan me wel voorstellen dat wel kinderen wel gevoelig voor kunnen zijn. Ik denk hè? inderdaad dat sommige kinderen wat voor gevoelig voor zijn dat ze er best wel uh, een moeilijke <laughs> nachtige moet gaan. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> Want het is uh, in sommige gevallen kan het best wel wat creepy zijn. Ja. Um, maar dan spreek ik niet voor mezelf, maar dan spreek ik echt gewoon voor de kinderen. Ja. ja, ja. Um, want zoals we zagen Jared Leto die was echt creepy opgemaakt van ik. ja, maar dat was Jared Leto ja. Yeah. want ik had uh, we hadden het zo net we dachten van Jared Leto zit erin, maar waar hebben Jared Leto gezien? <laughs> nee. Weet je wel? Maar die, die, die spook die kwam geen een keer in me op. Nee. Uh, nou ja was het een spook? Uh, was een geest? was of, een geest uh, een ja. geest of zo weet ik ja. Ja. Uh, die kwam geen een keer in me op. maar het bleek dat hij Jared Leto is. ik had eigenlijk verwacht dat dat een soort van computerdingen was man. Mm. Een soort ja. van computeranimatie ja. uh, of zoiets. Ja, nee, ik. ik, ik uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, uh, van deze film werk we helemaal niet warm of koud van. Hij uh, 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 wordt ook beschreven als comedy. De ja. humor die erin zat. Was dat echt comedy? Ik weet niet. Dus, ik, ja, nee. ik, ik vond het helemaal niet grappig. Ik, uh. Had, uh, ik had wel op een gegeven moment half het idee van. Als dit een spel was geweest voor Nintendo Switch. Ja. Of gewoon voor een Nintendo console. Ja, ja. Dan zou het misschien wel geschikt zijn, maar niet als film, man. Ja. Ja. Kijk, de 2003 versie is ook niet heel erg goed. Daar is die um, voor mij doen omdat Eddie Murphy is, vind ik hem wel oké. Okay. Mm. Maar dit is, ja, dit moest, ja, daar moet je, ja, moet geen film van maken, man. Van nee, klopt. Ik. Want wat ga je ook vertellen in Haunted House? Um, ja, dit wat je nu hebt verteld, maar is. Ja, <laughs> maar het, uh, is ook niet ja, heel goed. Maar het is altijd hetzelfde verhaal met een uh, Haunted House, zeg maar. Toch? Ja, nou ja, het is ook omdat het kinderaspect is. Kan je niet echt dingen doen, schrikmomenten en zo. Nee, oké. Okay. Ja, dat klopt. Maar ja... Ik de had de zo... uitkomst is altijd hetzelfde, op een of andere ja, manier. Ik ja, had, ik had bij mezelf gedacht... Ja, ja, maak er een spel van, geen film. Ja. ja. Want uh, meestal bespreken we ook uh, wat we vooraf hadden verwacht. Wat had je vooraf verwacht? Precies wat ik heb gezien, eigenlijk. Gewoon... Uh, er is een uh, soort van redder of iemand iets. En uh, ja het spookt daar in het huis. En hij uh, lost het wel op een of andere manier op. Ja. Ja, ik, totaal niet echt... Ik weet niet, ik had... Uh, iets meer verwacht, vooral ook met een kast als dit. Um, maar ik uh, ja, liet me gewoon over aan de film. Ik kijk er wel, weet je mm. wel. Maar ik had het niet zo slecht verwacht. Ja. Voor mij doen. Ja, ja, ja. ja. Maar waar, waar? Ik had waar, wel iets meer verwachtingen van. Man. Maar waar, waar kwamen ze tekort in dan? Qua verhaal, qua storyline? Zou dat ja, misschien? Ja. Het is gewoon het hele verhaal is eigenlijk denk ik niet geschikt voor een film, zoals ja. ik zei. Ja. Maar dan hebben ze dan een film proberen te maken. Um, maar het, ja, ik bleef, ik, voor mij doen, hè, nog steeds. Mm, mm. Uh, had geen film mogen zijn, man. Nee, nee. Gewoon een spel of zoiets. Nee, maar ze hadden wel genoeg geld blijkbaar voor dit soort acteurs. Toch? Ja, en is dat het misschien? Dat ze met de acteurs gewoon het... Het proberen te redden. Op shit het shit te redden, ja. Ja, precies. Maar ze hadden niet, welkbaar niet goed nagedacht over misschien een goede schrijven ja. of zo. Want die, uh, die hebben ze ergens op... Ja, misschien een stagiair of zo. Ja, dat denk ik. Ja. Nee, maar het was zoals ik zeg, man. Ik vond het verhaal echt drie keer niks. Um... Maar je zegt wel, hij scoort wel goed. Blijkbaar. Ja, hij scoort wel goed, ja. Ja, of, of ja, gescoord. Hij brengt veel op. Ja, is het misschien ook de reden dat wij ernaar hebben gekeken? Omdat het eigenlijk een reboot is van de 2003-versie en dan iets meer verwachtingen hadden van dat? Dat zou kunnen. Um, met een wat betere kast. Mm. Um, ja, de vorige was ook gewoon goed, hè? Eddie Murphy. Maar, ja. <laughs> maar wat meer uh, grotere namen, inderdaad. Uh. Ja. Maar zijn Oké. Okay. <laughs> zij, kijk, we zijn wel uh, de, ja, de hele film bijna aan het afkruiken. Maar wat kunnen we nog lichtpuntjes vinden? Kunnen we nog... Wat is, uh, zoals je net zei, van de special effects? De special effects en zo, de visual effects en zo, noem het maar op. Dat was echt gewoon goed, hoor. Er was ja. helemaal niks mis mee. Ja. Maar, um, daar blijft ja. hij denk ik wel bij. Moet ik even verder denken. Ja, Kast is ook gewoon goed. Ze speelt ook gewoon goed. Ja. Um, maar de rest is een beetje dingen. Is Danny DeVito echt zo klein? Of hebben ze ja, hem ja, extra ja. klein laten lijken? Nee, hij is echt klein, man. Ja, 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 ja. Bij dingen ook. Bij uh, Always Sunny en uh, Philadelphia. Ja, dan komt hij uh, bijna klein. niet over de toonbank. Ja. <laughs> nee, <laughs> maar ik, had, uh, ik dacht hier ook <laughs> van Hebben ze hem wat verkleind <laughs> of zo? Maar nee. Uh, dingen. Nee, maar ik heb voor de rest helemaal geen goede dingen, man. Van de film. Nee. nee, ik ook eigenlijk niet. Ehm... Um, ja. Plot, verrassend? Nee, niet per se. Nee. Het was eigenlijk gewoon een speurtocht of zo. Ze gaan door het huis en wat kan ervoor zorgen dat deze dingen verdwijnen? Ja. En uiteindelijk vinden ze een oplossing en die oplossing werkt. En uh, daarmee is het gedaan. Ja, ja precies. Eigenlijk dat. Ja. Kijk, we kunnen niet altijd uh, goede reviews hebben en uh, goede films uh, kijken. Bij ja. <laughs> dus, ja, deze is er uh, wel dingen... Deze is wel een beetje maar matig. ik denk, uh, ja, voor kinderen misschien wel leuk. Maar tegelijkertijd ook uh, wat spannend. Mm. Um, ja, welke adviseren? Ja, jawel. Ik denk maar ik denk wat wel. je. Nee, maar, wat maar je, ik zou zelf ja. ook gewoon kijken naar dit soort films, weet je wel? Ja? Ja, ja, ja. Vroeger wel. Ja, gewoon... vroeger, ja, ja, ja. Okay, ja. Nee, maar ik denk ook wat je zegt, dat, dat die goed bekeken wordt. Dat het uh, voornamelijk komt door waarschijnlijk ouders met kleine kinderen. Ja. Dat het vooral door hun. Uh, ja, dat zie je ook bij Oppenheimer en Barbie. Hè? Bij Barbie is het uh, veel meer bekeken, omdat het gewoon al leeftijd is. En Oppenheimer ja. voornamelijk volwassenen. En misschien hebben ze ook gewoon mee dat het nu ook vakantie is. Ja. Uh, de de kindervakantie hebben. Dus die willen ook even ergens naartoe. Ja, die, hebben, die hebben waarschijnlijk Barbie gezien. <laughs> en uh, ja, we willen toch nog een keer naar een andere film. Haunted Mansion. Haunted Mansion staat erbij. Nee, maar er zijn vast ook wel mensen die er goed op gaan. Hoor. Daar ja, kan die voor ons doen. Deze dingen. Maar we willen wel objectief blijven. Uh, ja. Conclusie en rating, man. Het is een korte aflevering, ik weet het. Maar <laughs> ik heb niks, niks, niks goeds te melden over de film. Ja, naast nou de special effects dan. Dus als je zegt dat is dan misschien. Ja, voor ons een beetje een, toch een lichtpuntje. Uh, goede kast. Maar faal, echt matig. Zoals ik al zei, ik, gewoon gezien wat ik verwacht had. Dus uh, een beetje moeite met het. Uh, doorheen komen. Doorheen komen. Ik moest wel een paar keer even stoppen. Ik even ook. iets anders doen. Ja, ja, ik even focussen ergens anders op. Normaal heb ik daar niet zo heel veel, maar ik had er hier echt wel, man. Ja. Ja, weet je, <laughs> klinkt wel raar, maar ik, ge ja, ik geef het echt een twee of zo. Ja, ik wil. Um... De cast zelf was gewoon goed. Ja, natuurlijk. Um, de visual effects waren goed. maar um, Het nee. verhaal was matig. Um, dus ja, ik, ik zat eigenlijk te denken aan een 2,5. Maar dan ben ik ook nog objectief. Ja. Met het idee van dat eventueel kinderen het wel leuk zouden kunnen vinden. Ja. Uh, een beetje spanning. ja okay, uh, Horror ja. voor kinderen. Um, dus dat. Daar wil ik wel in meegaan. Dat klopt ja. wel. Ja, dus ik ga... Ja. Twee, zo 2,5 doen. Doen twee en half. Ja, ja. Nee, dat is goed. <laughs> Oké, okay, wij geven Haunted Mansion 2,5. Uh, maar hmm. dat soort films zitten er ook af en toe tussen. Uh, wij bespreken de grote titels van elke week. En uh, in dit, dit geval was het uh, Haunted Mansion. 2,5 ja. uh, sterren namens de videocorner. Um, heb jij nog een request voor een film? Laat het vooral weten via DM. Hmm. We zijn te vinden op Instagram en TikTok. De videocorner. Ook zijn we op Facebook. De videocorner. Um, op YouTube, Spotify en Apple Podcast kun je nog altijd op ons abonneren. Um, laat een review achter. Laat een 5-star rating achter. Um, plaats een comment. Geef een like. Je helpt ons enorm. Um, dat was het voor deze week. Mensen, bedankt. Jij ook bedankt. Lakee Stenfield, bedankt. <laughs> Jij bedankt. Danny de Vito, Owen en Wilson, <laughs> allemaal bedankt voor het kijken. bedankt voor het luisteren. Yes. Uh, slash kijken. Um, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joujou. Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar